Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets superleuks maken. We gaan namelijk een mini kauwgomballenmachine maken met huis, tuin en keukenspulletjes. Wat je nodig hebt, is eigenlijk niet veel. Een schaar om mee te knippen. Mesjes. Deze heb ik voor als het niet lukt met deze. Een paar bekertjes. Papier het liefst, anders van plastic. Met een stokje, een plastic flesje, een beetje tape en kauwgomballen natuurlijk. Waar we mee beginnen is, je haalt het etiket van de fles af. Je moet wel een fles hebben die zo'n bolle bovenkant heeft, want anders dan... kan je niet de bovenkant maken. Of je hebt een rechthoekige bovenkant en dat ziet er niet heel erg mooi uit. Dus bolle bovenkant. En als je het etiket er dan af hebt gehaald, dan haal je de onderkant uit één bekertje. Het is belangrijk dat het rondje wat je eruit haalt. Daarna moet je het heel erg glad schrapen met het mesje. Want anders dan blijft zometeen het ding waarmee je de kauwgomballen tegenhoudt als je het hendeltje naar beneden trekt, blijft haken. En dan kan hij niet omhoog, dus dan komen er geen kauwgomballen uit. Dus het is niet de bedoeling dat hier nog kleine randjes zitten. Het moet echt helemaal weggeschraapt zijn. Wat we nu moeten doen is, we gaan de fles een beetje knippen. Dus we halen deze bovenkant eraf. Maar doe nog maar wel met een stukje eronder. Dan kan je hem altijd bijknippen. En de rest, de onderkant, daar maken we, daar halen we nog een paar stukjes uit. Dat laat ik zo wel zien. En je knipt het dus met een stukje ruimte ertussen. En dat hoeft dan niet heel netjes. Want je gaat er nog bijknippen. En dat, als je het bijknipt, maken we het netjes. Dus dan heb je die bovenkant zo. Die bovenkant die komt dan zo hier. Maar daar zijn we nog niet. Eerst pakken we dit en dan knippen we een soort van luikje eruit. We gaan nu een soort luikje knippen dat beneden groot is. En dan gaat het steeds ietsje smaller naar beneden. En dan hier zo ga je langs de rand en dan knip je dit. Ik laat het al even zien. Zo, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar dit heb ik net geknipt. Hier zo'n gek glijbaantje. Ik ga hem nu aan de bovenkant een klein beetje bijknippen, dat hij heel erg glad wordt. Nu heb je een mooi soort van dingetje. En dit komt hier zo dan als glijbaan in. En hier komt dan zo een gaatje. En dan rolt de kauwgombal zo naar beneden. Maar eerst moeten we hier zo'n gek gaatje maken. Dus je kijkt even. Dan kijk je ongeveer hoe groot het is. Van hier tot hier. En dan maak je een soort dubbel boogje. En dan ietsje verder van de gemarkeerd puntje. En dan een soort dubbel boogje. Dus hier een boogje en hier een boogje. Ik heb een soort van mondje erin geknipt en het plasticje past er precies heel mooi in. En kijk, als je zo kijkt, dan zie je dat er hier nergens een ruimtetje tussen zit. Als er hier ergens wel een ruimtetje tussen zit waar de kauwgombal doorheen kan vallen, moet je even dit overnieuw knippen. Maar zorg ervoor dat je mondje niet al te hoog wordt. Want je moet hier ook nog een soort gleuf maken voor het ding wat de kauwgomballen tegenhoudt. En dan gaan we nu het gleufje maken. En het is niet een enkel gleufje, maar het is ongeveer zo'n dik gleufje. En dat stokje moet er zo in kunnen passen. Jullie moeten wel voorzichtig zijn met een mesje, want je kan je snijden. Top! Ik heb nu een gleufje en een glijbaantje waar de kauwgombal zo inrolt. En dan komt hij hier. En dan gaan we nu een soort van ding maken. Dat hier zo de kauwgomballen tegenhoudt. En dat zit vast aan het stokje. En als je dan het stokje omhoog trekt, gaat dat omhoog. En dan rolt er een kauwgombal in. Nou, een schuifje haal je uit het stukje plastic wat je over hebt. Kijk eens, perfect. Zo zit hij dicht. En dan gaat het schuifje zo. En dan zit hij open.
Dus dan gaan we nu een klein gleufje hierin maken, dat het stokje erin past. Maar eerst zie je gewoon al, dit stokje is deels te lang. Dus we gaan hem een beetje hier afknippen. Ongeveer zo lang heb ik hem. En dan gaan we even kijken of dit goed is. Ja, dit is goed. Dus dan maken we eerst het glijbandje erin. Daarna maken we een gleufje in het schuifje. Oké, dan pakken we dus een beetje tape. En dan gaan we het glijbaantje gaan we hier zo vast tapen. Zo, ik heb hem hier een beetje vast getaped, zoals jullie kunnen zien. Dan ga ik nu in het schuifje een klein gleufje maken. Dan prik ik met het mesje een markeringspuntje. En dan weet ik zo waar die zit. Daar zit een gleufje in. Top, die zit erin. Ja, oké. Dan pak je een heel klein stukje duct tape, zoals dit. En dat haal je hem er weer even uit. En dan plak je hier een klein stukje tape. Oké, zoals je misschien ziet, hij kan er niet die kant op af. Dan doen we hetzelfde met deze kant. Maar daar moet het wel heel erg klein. En het hoeft niet heel erg veel te zijn. Want deze kant is de buitenkant. En dat ga je zien. En het is niet mooi als je duct tape ziet. Die stop ik er zo in. En dan heb je hier dus een soort van het mechanisme. Dat de kauwgombal er doorheen gaat. Super handig, super leuk. Maar dan gaan we ons nu focussen op de bovenkant. Je kan natuurlijk niet zomaar gewoon de kauwgomballen hierin stoppen. Want het is natuurlijk veel leuker met de bovenkant. Dus je kijkt hoe die erop zit. Deze moet ik dan natuurlijk heel erg voorbij knippen. Zo. Die gaat er dan zo op. Deze kan je vastlijmen. Maar in mijn geval doe ik er even een randje met duct tape omheen. Zo, die zit. En dan is het nu tijd voor het grote moment. We gaan testen of die het doet. Dus dan ga ik even alle kauwgomballen eruit drukken in het bekertje stoppen. Oh. Dan gaan we ze er nu allemaal in stoppen. En dat waren allemaal kauwgomballen. Dan draai je de dop erop. En kijk dan, hoe leuk. Nou, hij ziet er meteen al leuk uit. Dus als het niet werkt, is die ook leuk voor decoratie. Maar kijk of die werkt. Ja, hij werkt. Ik denk dat ik hier nog één klein duct tapeje doe. Want dan blijft hij goed zitten. Hij doet het hartstikke goed als je één keertje duwt. Hij heeft een prima... Nog een keer hoor. Een prima kauwgombalmachine. En hij ziet er hartstikke leuk uit. Nou, je had natuurlijk ook hier zo'n kraal op kunnen doen. Of wat je wou. Daar had ik geen zin in. Ik vind dit veel stoerder, veel mooier, veel leuker. Super grappig. Ik vind het leuk. Ik vind hem geslaagd. Dus vergeet vooral niet te abonneren. En doe natuurlijk ook het duimpje omhoog. Als je dat hebt gedaan, druk dan ook op het belletje. Zodat je iedere week op de hoogte bent van mijn video's. En deel natuurlijk dit linkje met iedereen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.